Jongens, welkom bij een nieuwe video. Het is weer een tijdje geleden. Er is veel gebeurd in de tussentijd. Ik ben namelijk verhuisd, dus je zal ook andere achtergrondjes zien vanaf nu. En ik had het gewoon druk. En verder zat ik ook te denken van wat wil ik nou met mijn kanaal? Wil ik misschien Engels spreken, Nederlands spreken? Wil ik informatieve video's, vlogs? En ik dacht eigenlijk om gewoon even te stoppen met vlogs en het voornamelijk te houden op informatieve video's. Daar voel ik me gewoon op dit moment goed bij. En dat is ook hetgene wat ik, de waarde die ik te bieden heb en wat mij binnenborrelt om echt te delen met jullie. En zoals je dus hoort ga ik het gewoon lekker in het Nederlands doen zodat ik makkelijk uit mijn woorden kom. En waar ik het dus vandaag met jullie over wil hebben, is een Instagram story post die ik heb geplaatst. En waarbij ik ook meerdere reacties heb gekregen. Omdat het misschien een beetje een gewaagde, tegenstrijdige post is met wat wij allemaal weten. Sowieso was ik de laatste tijd super veel bezig met het verschil tussen de man en de vrouw. Het verschil tussen mannelijke energie en vrouwelijke energie. En hoe een ideale relatie loopt. Dat zijn echt dingen waar ik super geïnteresseerd in ben. En waar ik gewoon steeds dieper in duik. En nu ik er al best wel veel over weet, wil ik er lekker met jullie over praten. Nou, de Instagram post, dat is deze. En als ik hem even voorlees. De drijvende kracht die een man het sterkst motiveert, is zijn verlangen om een vrouw een plezier te doen. De jager die in prehistorische tijden grootste dingen presteerde, werd gedreven door zijn verlangen om indruk te maken op een vrouw. De manier waarop hij dat nu doet is aangepast aan onze moderne tijd. Mannen die grote kapitalen verdienen, doen dat meestal uit een verlangen om een vrouw gelukkig te maken. Wanneer de liefde uit hun leven verdwijnt, verdwijnt daarmee ook hun motivatie en wordt al die luxe door de meeste mannen plotseling waardeloos. De meeste mannen zullen nooit toegeven dat ze makkelijk door een vrouw worden beïnvloed, omdat ze gezien willen worden als het dominante geslacht. Geen enkele man is gelukkig of compleet zonder de sturende invloed van de juiste vrouw. Wanneer een man dit inziet, verkrijgt hij de kracht om grote successen te behalen. Dit is dus letterlijk geciteerd uit het boek Think and Grow Rich. En daarnaast wil ik eigenlijk de quote benoemen: Happy wife, happy life. En dit is eigenlijk een soort oproep naar alle vrouwen. Ook voor mannen is het interessant. Maar ik denk, wanneer vrouwen dit weten, dat de mannen daar ook heel veel baat bij hebben. Waar ik dus achter ben gekomen, is dat de vrouw, die heeft natuurlijk hormonen, die heeft haar cyclussen en daarbij haar schommelingen. En de man is heel stabiel, die heeft niet zoveel last van die hormoonschommelingen. Die heeft hij wel, maar niet zo extreem als een vrouw. En dat zorgt er ook voor dat de man wat simpeler is en de vrouw wat ingewikkelder is, zeg maar van binnen en van buiten. En wat voor ons heel fijn is als vrouw om te weten, is dat zo'n man dus heel makkelijk en stabiel is. En waar wij als vrouw eigenlijk altijd op mogen leunen en hem als een rotsblok zien die niet meewaait met onze emoties, maar eigenlijk gewoon stil blijft staan. En in die story, in Think and Grow Rich, wordt er dus gezegd dat de man zich incompleet voelt als hij niet met een vrouw samen is. Nou geloof ik dat dat andersom ook is. Dat de vrouw zich ook niet compleet voelt als zij zonder partner is. En natuurlijk kun je hartstikke gelukkig zijn zonder. En dat is juist ook helemaal goed dat je je whole en compleet voelt zonder partner. Maar toch blijft er altijd iets in ons die graag toch samen wil komen. Toch geloof ik wel dat dat voor de man meer geldt dan de vrouw. Verder heb ik ook gemerkt in verschillende relaties dat een man echt keihard werkt om voor zijn vrouw, voor zijn gezin te zorgen. Dat doet hij echt met alle liefde. Brengt als het ware het salaris thuis om daarvan te leven, zodat het gezin ervan kan leven. En het valt me op dat die mannen die geven en wij hoeven alleen maar te ontvangen en er open voor te staan om het te ontvangen. En zodra wij dat als vrouwen niet doen en we zitten in die mannelijke energie van successen behalen, onszelf pushen, veel salaris in huis brengen en dat te veel in die mannelijke energie gaan zitten, worden we ongelukkig.
En we vergeten wat die man voor ons kan betekenen. Hij kan die vaste rots zijn waar we op mogen leunen. Een lastige in deze maatschappij is dat de vrouw vaak evenveel werkt als de man. Misschien zelfs wel hetzelfde salaris binnenhaalt. En waardoor de vrouw toch een soort druk voelt van hé, ik moet ook voor mezelf kunnen zorgen. Ik moet ook zelfstandig zijn dat ik ook voor mezelf kan zorgen. En dat is aan de ene kant heel mooi, maar als dat te ver uitschiet, dan schieten we in de stress en zijn we eigenlijk ook niet goed bezig. Sterker nog, een gestreste vrouw is ook nog eens minder aantrekkelijk voor een man. Dus eigenlijk, hoe minder we doen, hoe meer we ontspannen, hoe meer we openstaan voor het ontvangen van wat een man te bieden heeft, hoe gelukkiger wij worden en hoe aantrekkelijker wij worden. En ik hoor wel eens om me heen discussies van ja, wie betaalt de eerste date? Of als je dan al een tijdje aan het daten bent, wie betaalt dan de dates? Of dat je aan elkaar een weekendje weggeeft. Ja, kan dat wel? Is dat niet te duur? En één generatie voor ons, dat is echt nog niet zo lang geleden, iets meer dan 30 jaar geleden, was het zo dat veel vrouwen nog thuis bleven voor de kinderen en dat de man dat allemaal deed. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Dat is deze generatie die zegt splitsen. Wat ook helemaal oké is. Maar we moeten oppassen dat het niet omslaat. Dat de man niet te veel vrouwelijke energie krijgt. En de vrouw niet te mannelijk. Het begint met de vrouw. Wanneer zij die mannelijke energie in zich heeft en dat pusht, dan wordt die man alleen maar vrouwelijker. Denk maar aan weekendjes weg of vakanties die de vrouw boekt en organiseert tot in de puntjes. En de man gaat alleen maar mee. Terwijl hoe mooi zou het zijn als je als vrouw er alleen maar hoeft te zijn. Alleen maar voor hoeft te zorgen dat je er goed uitziet. Alleen maar voor hoeft te zorgen dat je vrolijk bent. En ik kan je vertellen, als een man je voor jou die vakantie heeft georganiseerd, Dan word je vanzelf al vrolijk. Je wordt gewoon vrolijk van het idee dat hij dat doet, dat hij dat onderneemt, dat dat romantisch is. En als jij weerstand voelt met dat hij organiseert of je hebt zoiets van hij doet dat niet, dus ik doe het wel, dan is dat iets waar je misschien naar jezelf kan kijken van wil ik dat anders? Dan wil ik het nog even hebben over een stukje communicatie. Als je wil dat een man geeft en je wil dat jij ontvangt, dan is dat niet door een man te pushen en in een hoekje te duwen en heel negatief te zijn over hoe hij handelt en heel hard zijn in wat je wel wilt. Vrouwelijke energie is eigenlijk juist heel ontspannen en heel vrolijk. Dus eigenlijk benoem je als vrouw puur wat je idealiter hebt en je vertelt hoe gelukkig je ervan zou worden als dat ook gebeurt. En puur vanuit die flow, vanuit die vrouwelijke energie, dan is hij bereid om te geven. Dit zijn eigenlijk een beetje de dingen die ik voor nu wil delen. Het is een topic waar ik ontzettend veel mee bezig ben en het zelfs ook experimenteer in mijn huidige relatie. En ik hoop dat jullie dit ook interessant vinden. Als jullie ideeën hebben voor een topic of onderwerp voor de volgende keer, of juist verdieping of inzoomen op een deelonderwerp binnen deze paraplu, laat me dan zeker weten. Ik ben gewoon heel benieuwd waar jullie geïnteresseerd in zijn. Ik zie jullie snel weer bij een volgende video. Doei doei!